Hanneke de Winter, waarom is het belangrijk dat we vandaag de Korenbeursbrug oranje maken? Nou, niet vanwege Koninginnedag, maar vanwege stop geweld tegen vrouwen. 45%, de wethouder zei het al net, heeft last van geweld, psychologisch, fysiek, op allerlei manieren. En ik hoorde gisteravond bij Bo hoorde ik vertellen dat slechts 10% van die 45% werkelijk geholpen wordt. Dus dat betekent dat naast dat er veel geweld tegen vrouwen is, ook een groot gedeelte van die vrouwen niet eens geholpen wordt. En dat is gewoon schandalig, want dat moet niet mogen. En de Korenbeursbrug is niet de enige plek in de wereld die oranje gekleurd is om hier aandacht voor te vragen. In Leiden al 6 andere plekken en er doen 200 gemeentes mee waar ook verschillende gebouwen worden uitgelicht. En wereldwijd natuurlijk. Dat is gewoon, dat geeft ook de solidariteit tussen vrouwen weer. Wethouder Marleen Dame heeft net officieel de aftrap gegeven van Orange the World. Kunt u kort vertellen waarom het belangrijk is dat hier aandacht voor blijft gevraagd worden, ook in 2020? Ja, misschien wel juist in 2020, want we zien dat ten tijde van corona wereldwijd het geweld tegen vrouwen en meisjes met 1/3 is toegenomen. En dat percentage is al veel te hoog. Het is 45% in Nederland, 1/3 over de hele wereld. En nou ja, Hanneke zei net al, 10% wordt maar geholpen. Maar wat volgens mij ook heel erg een rol speelt, is dat er heel weinig vrouwen en meisjes over praten. En ze schamen zich er vaak voor. Ze denken, nou ja, laat ik het er maar niet over hebben, want dan doe ik weer moeilijk en ingewikkeld. En de enige manier waarop we een begin van een oplossing hiervoor hebben, is als we het er wel over hebben. En zo'n dag als vandaag, waarbij alle vrouwen wereldwijd in Nederland, in Leiden, samen zeggen, wij staan op tegen geweld tegen vrouwen, helpt om het gesprek erover te openen en helpt, hoop ik, ook al die vrouwen die geweld in hun dagelijks leven meemaken en zeggen, ik wil dat dit stopt. Gaat het college nog iets speciaals doen de komende periode om hier extra aandacht voor te vragen? Nou, we hebben de brug oranje laten kleuren. We hebben al een aantal jaar lang een uitgebreid programma. Dat heet Stopgeweld in gezinnen en tegen meisjes en vrouwen. Maar ook tegen jongens in gezinnen. We willen dat onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. En in dat programma zijn we vooral bezig, ja, dat klinkt allemaal zo technisch, hè, programma. Maar wat belangrijk is, is dus dat mensen, als er sprake is van geweld in huiselijke kring, dat gaan vertellen, aangifte gaan doen. En dat we daarna zowel de daders als de slachtoffers gaan helpen. Want je kunt wel heel boos worden op de daders en daar met je beschuldigende vinger naar wijzen. Maar dat helpt niks. Je moet zo'n gezin samen gaan helpen om te voorkomen dat de volgende generatie niet weer te maken krijgt met geweld. En de volgende generatie meisjes en vrouwen. Omdat we inmiddels ook wel weten dat helaas geweld, ja, dat noemen ze dan, een generationeel probleem is. Als je in je jeugd te maken hebt gehad met geweld, dan is de kans groot dat je daar later zelf ook slachtoffer van wordt als volwassene.